In deze film gaan we dieper in op de zogenaamde dodendraad. Dat was een elektrische versperring die tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers werd geplaatst op de Belgisch-Nederlandse grens. Ze liep over een afstand van 357 kilometer, van de Duitse grens bij Aken tot aan de Noordzeekust. De draadversperring had als doel om niet toegelaten verplaatsingen van mensen over de grens te voorkomen. Dat konden jonge mannen zijn die het Belgische leger wilden vervoegen, of spionnen, of smokkelaars van soldatenbrieven, of zelfs Duitse deserteurs. Deze versperring bestond uit drie rijen houten palen voorzien van metalen draden, waarvan de middelste rij onder een elektrische spanning van 2000 volt stond. De twee buitenste rijen dienden ter bescherming. Om de 50 tot 80 meter stond een grotere paal van 7 tot 8 meter hoogte, waarop de hoogspanningsleidingen werden aangebracht. Voor Noord-Limburg en de Maaskant werd de elektriciteit geleverd door de generator uit de buskruidfabriek te Kouwlil. Vanaf Lommel kwam de voeding van de generator van een houtzagerij. De generatoren van Kouwlil en Lommel-Stevensvennen waren met elkaar verbonden, zodat ze elkaar staken bij uitval van een der generatoren konden overnemen. Tijdens de eerste bouwfase vanaf juni 1915 werd de draad aangelegd langs het kanaal Bocholt-Herentals, waardoor Hamond en Achel afgesloten werden van de rest van België. Dit niemandsland was natuurlijk een paradijs voor smokkelaars en spionnen. Daarom verlegden de Duitsers vanaf mei 1916 de draad tot tegen de grens met Nederland. De versperring aan de Achelse kluis werd dwars door de muren van de abdij getrokken. Op 500 meter tot 3 kilometer van elkaar bouwden de Duitsers schakelhuisjes. Van daaruit kon de versperring worden gecontroleerd. De alarmsystemen en de technische apparatuur voor de grensbewaking werden erin ondergebracht. De Duitsers konden hier de spanning van een deel van de draadversperring in- of uitschakelen. Elke 100 meter werden er grenspatrouilles geplaatst. De bewaking van de draad aan de Belgische kant werd uitgevoerd door Duitse soldaten die behoorden tot de grensschutztroepen. Deze bestonden uit groepen van 10 tot 40 soldaten onder de leiding van een wachtmeester die verantwoordelijk was voor een bepaald gedeelte van de versperring. In de sector Loze Lommel, een totaalafstand van ongeveer 36 kilometer, stonden er 20 schakelhuisjes. Tussen de schakelhuisjes patrouilleerden er voortdurend soldaten langs de draad. 'S nachts werd de wacht meestal verdubbeld. De grensstrook van 30 meter tot aan de draad was verboden gebied. Dikwijls werd deze uitgebreid tot 100 of 200, zelfs 500 meter. In de elektrische versperring waren poorten geplaatst. Deze doorgangen werden streng bewaakt. Tussen Bocholt en Lommel stonden 4 poorten. In Hamond op de weg naar Budel, in Achelstatie op de weg naar Valkenswaard, in Lommel op de weg naar Luiksgestel en op het Krijl in Bocholt. Om door de poorten te gaan had men een schriftelijke en te betalen toestemming of een zogenaamde passierschein nodig, die bovendien slechts een zeer korte geldigheidsduur had en alleen voor specifieke doorgang werd uitgereikt. Bij het niet correct naleven van de regels kreeg men een forse boete of werd de familie gestraft. De boeren in de grenszone waren helemaal de dupe. De versperring liep dikwijls dwars door hun weiden en velden,
waardoor ze het noordelijke deel ervan ofwel helemaal niet konden bewerken, ofwel enkel na een zeer grote omweg via de poorten. Grensarbeiders werden in het begin nog doorgelaten, maar moesten later de keuze maken aan welke zijde van de grens ze wilden verblijven. Vanaf februari 1915 mochten mannen tussen 16 en 45 jaar de grens helemaal niet meer passeren, zelfs niet met een passierschein. Dit om te voorkomen dat zij zich bij het Belgisch leger aan de IJzer zouden aansluiten. Velen slaagden erin om door de draadversperring te geraken, dikwijls door gevaarlijke of creatieve methodes te gebruiken. Dat de pogingen vooral 's nachts moesten worden uitgevoerd, maakte het nog hachelijker. De meest voorkomende methode was het omkopen van de Duitse grenswachters. In het begin werd er gebruik gemaakt van een houten ladder of trapladder. Of werd er een greppeltje gegraven met een schop. Gebruikte men isolerende wollen dekens, een houten ton of houten fietsvelg. Het was natuurlijk wel opvallend als men in de nabijheid van de grens met een ladder, ton of wollen deken rondliep. Daarom werd er later veel gebruik gemaakt van een geïsoleerd uitklapbaar houten raam, het passeursraam. Naarmate de oorlog vorderde, kreeg men van de Britse inlichtingendiensten isolerende rubberen handschoenen, rubberen laarzen en rubberen matten. Dikwijls werden er ook geïsoleerde kniptangen gebruikt om de draden door te knippen. De mensen die andere mensen hielpen door de draad te geraken, werden passeurs genoemd. Zij werkten meestal tegen betaling. De schop werd gebruikt om een greppeltje onder de onderste draad te graven. Dikwijls werd de onderste draad omhoog gebracht door er 1 of 2 houten paaltjes onder te steken. Wollen dekens werden gebruikt om rond 2 draden te wikkelen, waarna men tussen deze draden door kon. Maar dit kon enkel bij droog weer. Bij nat weer verloren de dekens hun isolerend vermogen.
De houten fietsvelg werd met rubber geïsoleerd. Nadeel van deze methode was dat de draden niet altijd op de juiste afstand van elkaar stonden om de velg ertussen te kunnen spannen. De rubberen mat werd veelvuldig gebruikt in Hamond. Ze was 80 bij 60 centimeter groot en werd onder de onderste draad gestoken. Dan moest men perfect de bevelen van de passeur opvolgen en de juiste volgorde uitvoeren van het op de mat stappen, de draad vastnemen, zich tussen de draden doorwerken en aan de andere zijde op de mat te blijven, tot men de draad volledig losgelaten had. Zolang men op de mat bleef, was men geïsoleerd en dus veilig. Het passeursraam was een houten constructie afgewerkt met rubber voor nog betere isolatie. Het voordeel ervan was dat het inklapbaar was, zodat het gemakkelijker onder een jas of mantel kon worden meegenomen zonder dat het opviel. Men kan deze versperring met het latere ijzeren gordijn tussen Oost- en West-Duitsland vergelijken, waar enkele honderden mensen werden gedood over een periode van 45 jaar. Maar bij de dodendraad uit de Grote Oorlog vielen er ongeveer 1000 slachtoffers tijdens de 2,5 jaren dat deze er stond. In de omgeving van Hamond-Appel vielen er 61 slachtoffers te betreuren. Hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keerde met een detail hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. En het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Nu doodstille God verlaten. Laat de boom nu maar zwijgen en dat gras niets vertelt. En de wind moet ook maar niet zingen. Dat je er een dood tot niets geteld. Dat waren al te schrikkelijke dingen. Zegt, het gaat al goed, er is welvaart in het land en de vrede ligt vast in de wetten. We maken wel wapens, maar met veel meer verstand, maar juist om de oorlog te beletten. En grote raketten, atoom in de top, we mogen toch experimenteren. En we mikken wel een keer naar mekaar zijn kop, maar juist om ons te amuseren.
hij van zijn leven in de Westhoek passeert. De regen en noorderwinden. Keert om het en dit hij al hier passeert. De oorlog ga je hier weer vinden. Ja, het is de oorlog dat je hier weer vindt. In het graf van duizend soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Duizend en duizend soldaten. En nog duizend en nog duizend soldaten.